Utrecht het Nederlands Filmfestival plaats. En naast vele vertoningen en premières zijn er ook de nodige afterparties. Ik ging het jaar eens op stap om het borrelgehalte te testen. Jan, hoe gaat het? Goed! Vol zin in de borrel? Nou, ik sta sowieso helemaal te springen straks op het podium. Maar straks met een wikkie of een cola erin, stuiteren. Ik heb er heel veel zin in. Ik zei net dat ik het boek echt, als kind was ik echt idolaat van het boek. Oh, ik dacht dat jij alleen voor de borrel kwam. Sta ik dan bekend? En als je wint en als je verliest. Dankjewel. Jij ook. Ja, sorry. Shit. Wil je nog een shootje drinken? Een wie? Een suderansje drinken. Oh. Ik hoor een sjoegie, ik denk wat is het nou? Dus Robert Hoog voor StudentenTV. Wat vind je, samen met Mirja on the road, wat vind je ervan vanavond? Ja, ik vind het nu al gezellig. Ziet er mooi uit. Je moet iets meer décolleté laten zien volgende keer. Nee, wie moet over mij? Niet gezien, sorry. Ik ben ook teruggekomen omdat ik wist dat Marion on the road er zou zijn. Ja, bijna goed hè. Ja. Marion is weer een ander. Hoe lang kennen we elkaar helemaal? Stellen die borrels hier nog wat voor? Nou ja, er wordt borrel geschonken. Dus het is stellen zover geworden. Dat het wel een borrel is, ja. Ja, we gaan sowieso na de film. Begint het rustig met een drankje en een dingetje. En dan komt al gauw snel de heroïne op tafel. En dan, dan gaat het wel los. Jeetje. Nou, laat ik zeggen dat ik me de laatste niet meer kan herinneren. Dus misschien een goed teken. Maar mis je nou eigenlijk ook nog echt wat als je hier de borrel mist? Ja, ik mis. Strippers. Strippers, paaldansers, dansers en danseressen. Wat missen we nog meer? Ja, een beetje een blackout heb je. Marion al aan de haak geslagen. Nee, ik weet niet. Ik vraag nooit naar namen. Ik onthoud karakteristieke eigenschappen. Wat zijn die van mij dan? Als ik je dat vertel, wil je me nooit meer zien. Je verheugt je op een borrel als dat wat er in het vooruitschiet ligt zwaar is. Want dan is de borrel de opluchting. Maar de film is nu de opluchting. We hebben maanden gewerkt en de film is de borrel. Dus ja. Dus deze ben je die? Ik vind hem helemaal prima. Waar die nou vandaan komt ineens. Ik heb er een paar meegemaakt. Weet je, een beetje een paar slappe orgies. Maar toch meer mannen dan vrouwen altijd. En dan, dan zit je toch weer aan iemand zijn piemel. En dat wil je niet. Daar wil ik nu alvast mee beginnen eigenlijk. Dus het is wel gezellig na afloop. Dan zie je wat mensen weer. Zit altijd maar thuis en zo, weet je wel. Doe niks. Dus het is voor mij ook even leuk een uitje. We hebben ook gelijk de champagne even getest en... Nou, deze is goed, maar uit ervaring drink ik hier nooit wijn, omdat ik daar hoofdpijn van krijg. Niet van die beste wijn dus. Ik vind het tot nu toe nog een beetje een receptiegehalte hebben. Ik zou zeggen... straks het feest op gang? Laat mij als veteraan zeggen, wacht een uurtje of twee, drie. Kijk nou om je heen. Ik heb echt dramatisch meegemaakt die spannende waren. Moet je naar kijken. Een lauw feestje? Ja, nee, maar dat komt omdat er allemaal nog mensen van de pers zijn. Zometeen gaat iedereen los. Dan gaan de jasjes uit, dan gaan de jurken uit. Wat doe jij normaal als jij los gaat? Laat dan eens even zien. Wil je het echt zien? Ja. Vorig jaar stond ik daar buiten en toen was ik wel enigszins beschonken. Toen stond er in één keer een hele jaarclub en die trok hun shirtjes uit. En die ging heel hard gillen, Barry. Ja, dat vond ik wel leuk. Ik hoop dat het dit jaar weer gebeurt. Dus ik ga heel lang daar op het terras staan en dan kijken wat er gebeurt. Even de snackjes test. Nee, neem jij maar. Ik heb al een uitsluit gegeten, maar je lacht er heel vriendelijk bij. Ja. Nee, dat dus. Het zijn allemaal Je proeft het niet eens. Nee, ja, ik ga een beetje aan zo'n kaasstengel lopen knabbelen. Wat is ja. Je eindoordeel? Van de borrels? Ja. Nou, die waren niet echt goed. Iedere keer als er een première was, stond dezelfde bak Grols bier. Op dezelfde plek. Ik wil een drankje, Jan. Ja, ik heb champagne. Al smaakt denk ik het van Prosecco. Ik vind het een heel saai interview. Ik denk echt dat de helft gewoon het einde niet haalt. Nee, maar serieus. Nederland vergrijst. Nou, vooral die Schouwburg hier, want die is echt... Je ziet mensen lopen. Er zijn een soort wandelende kunstgebieden, echt. Ik mis muziek. Ik hoor wel even gepraat, maar een band, een lekkere band. Mensen dansen, dat is het enige. Het is inderdaad een echte borrel. De soundtrack van de film komt van jou. Kun je even een stukje voorzingen? Grr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 
En uiteindelijk dezelfde mensen. Dus we hebben het ontzettend leuk gehad in Utrecht tijdens het Nederland Filmfestival. De eindconclusie van Mimoen over het filmfestival. Nooit meer doen. Nee, werkelijk waar. Het is echt...
Je wordt spontaan 18 jaar ouder. Ja, je gaat het ook wel een beetje zien, ja. Weet je wat het is? Nou. Er is gewoon veel meer water dan vis. Mooie eindquote. Mooie afsluiting. Ja, dankjewel.